Yo, welkom bij... Je zou nu dus zeg maar op dit moment wel mee willen trouwen. Ja. Ja. Hey, je bent in Rotterdam, hè? Kijk, die man komt ook op Steelhoek. Ik heb dus iets leuks, jongens. Jongens en meiden, en welkom weer terug zo bij een nieuwe vlog. Ik lig hier heerlijk in bed, ik ben hier net lekker wakker geworden. En ik denk dat het maar eens tijd is om eruit te gaan. Want jongens en meiden, het is vandaag Koningsdag. De koning is jarig vandaag. En ik heb... Grappig. Ik weet zeker dat heel veel mensen die deze vlog kijken ook niet weten hoe oud de koning eigenlijk vandaag is geworden. Dus, wacht even, ik ga het gewoon naar mijn Google vragen. Hoe oud... is Willem-Alexander vandaag geworden? Willem-Alexander der Nederlanden is 56 jaar oud. Trouwens, hij wordt vandaag 56. Dus hij is 56 jaar oud geworden. Oké, okay, dan is mijn vader dus ouder dan hij. Nou, Willem, gefeliciteerd. Ik hoop dat je een leuke verjaardag hebt. Ik ga maar eens even mijn nest uit. En nu wil ik dus eigenlijk hier zo gaan douchen, maar... Oh, zonnetje! Wajo! Kijk eens! Lekker, man. Oh, lekker, lekker, lekker. Zonnetje schijnt hier zo doorheen. Ik wil hier gaan douchen, maar dit is gisteren gefixt door mijn opa, dus ik mag hier niet douchen. Maar nu heb ik gelukkig nog een andere douche hier zo in mijn huis. Alleen die heb ik dus echt misschien in de 2,5 jaar dat ik in dit huis woon, heb ik die misschien 1 of 2 keer gebruikt. Kijk, die zit hier. Ik weet niet eens hoe die aangaat. Wacht, ik denk zo. Ja, hoppa. Alleen al mijn vrienden, die klagen dus altijd dat die niet warm wordt. Dus dat ga ik nu zelf een keer uitproberen, want daar ben ik wel benieuwd naar. En als het echt zo is, dan geef ik ze gelijk. Wajo, hey, kijk eens. Het beslaat gewoon helemaal hier zo. Wat daar is die warm? Hij wordt gewoon warm. Is helemaal niks meer aan de hand. Hier, kijk hoe mijn camera even op beslaat. Hier zie ik me niet eens meer. Hallo. Hey, wat zit je altijd te janken dat de douche koud is? Gast, die douche is koud. Dan pik ik beslaat die helemaal. Nee, dan is je huis gewoon koud. Maar die douche is echt fucking koud. Hé, hey, wat laat je? Het beslaat je. Mijn camera is er zelf toch warm, want alles beslaat. Ja, dan is het. Maakt. Er is niks aan veranderd. Ja, gast, dat kan niet, want alles wij daar stonden, dan was het fucking koud. Ik snap er helemaal niks van. Ik heb mezelf aangekleed, alleen er mist één ding. En dan weten jullie allemaal wat ik bedoel waarschijnlijk, want het is Koningsdag. Ja, een oranje trui. Hij hangt hier. Hartstikke mooi. Ja, dan gaan we ook maar gewoon lekker meedoen met de trend, hè, jongens en meiden. Je kan het eigenlijk niet maken. Ik ben een trotse Nederlander. Echt een trotse Nederlander. Dan kan je het eigenlijk niet maken om op Koningsdag niet iets oranjes aan te trekken. Dus, hop, die gaat aan. Zo. Ik zet hier even de televisie aan. Kijk jongens, ja, de Montevideo waar ik gewoond heb. Hier, Rotterdam. Jongens, de Zalmaventoren. De Cool Tower. De koning die komt natuurlijk naar Rotterdam vandaag. Hier hebben we de Euromast. Oh, wat leuk om dit te zien, joh. Watertaxi, daar ben ik ook een paar keer mee gegaan. Wauw, dit is gaaf. Kijk, je ziet al die watertaxis achter elkaar. De Euromast is dus geopend voor vandaag. Vet leuk. Ja, zoals jullie weten... Oh, nee, hij loopt vast. Zoals jullie weten, ik ben natuurlijk ziek Rotterdam-fan, jongens. Maar daarom wel leuk dat dit jaar de koning dus ook in Rotterdam gekomen is. Kijk, Willy! Hey! Daar staat hij hoor. Dit geeft mij ook gewoon de kriebels of zo, hè. Ik heb gewoon zo'n liefde voor Rotterdam. Gek is dat, hè. Ik vraag me af, hè, voor de mensen die mijn vlogs kijken, wie hebben dat ook? Of voor een andere stad bijvoorbeeld. Er zijn ook genoeg mensen die natuurlijk een liefde hebben voor een andere stad. Dat is helemaal niks mis mee, dat kan ook. Maar ik ga even plassen, want ja, wat ik heb... Misschien kon niks van die beelden missen namelijk. Je ziet natuurlijk al die torens waar ik bezichtig heb. Oh, joh. Kijk eens daar jongens. De toren waar ik echt op de 35e verdieping van de week bezichtigd heb. Gaaf deze helikopterbeelden ook zo. Zo, ik moet zeggen, die koning die boft wel met het weer vandaag, zeg. Wat een weertje. Heerlijk. Dit is echt genieten zo. Lekker. Even lekker in het zonnetje genieten dus jongens. Jade die komt straks dus eindelijk weer hierheen. Ik heb haar 3 dagen niet gezien. Voelt echt als een eeuwigheid. Maar het wordt super gezellig. Ik ben benieuwd wat voor outfit zij heeft uitgekozen vandaag trouwens. Aangezien zij natuurlijk altijd echt helemaal de beste erop doet. Dus ja, die komt straks pas. Kijk, de visie die heeft ook oranje aan vandaag. Nou, wat leuk. Hey, heeft hij er even aan gedacht? Lekker als je zo die vogeltjes hoort fluiten in het zonnetje. Oeh, heerlijk. Yeezy slides. Kijk, check dit. Hè. Ik heb dus die Yeezy slides, maar die katten... We hebben dus vol die nagels erin gezet. Zie je dit? Dus heel mijn Yeezy slides, ook deze kant, zijn gewoon verpest. Ik kom er net achter trouwens. Bijna al die carpets die ik heb zijn oranje. Kijk eens, deze is natuurlijk ook helemaal oranje. Hé, hey, lekker gedaan bro. Goed in de sfeer. Ik heb even wat voer hier zo erin gegooid.
Check. Hier, al die koortjes die je daar ziet liggen, dat is allemaal voor die beestjes. Ik heb er 3 natuurlijk. Kijk, alleen die 8e. Die is rood. Die valt buiten de boot. Ik moet echt even met Gorge, de vader van Jade, moet ik echt even gaan afspreken wanneer we de volgende karpers hier allemaal erin gaan gooien. Omdat ik natuurlijk, ik zeg het al een jaar, alleen nu zitten we in het voorjaar, dus nu kan je ze mooi overzetten. Maar ik kan dus nog steeds de karpers van de vijver van de oma van Jade overnemen. Want die heeft er echt 13 of 14 daarin zitten. En ik zeg al heel lang, ik wil het hier een keer bijvullen. Want ik heb er maar 3, terwijl het is natuurlijk ruimte voor veel meer van die beesten hier zo. Het zou wel gaaf zijn als het helemaal vol zit, hè? Hey! Ja, hè? Het chillen ook hier aan is, zeg maar, je hebt 0 onderhoud eraan. Je hoeft ze eigenlijk niet te voeren. Het reinigt zichzelf. Want eigenlijk dit voer, kijk, waar ze nu dus van gaan eten. Oh, zo schrikken. Dat is dus helemaal niet nodig. Dat is eigenlijk alleen maar gewoon een extraatje. Maar dat komt dus omdat het water wat hierin zit, dit komt gewoon direct uit de sloot eigenlijk. Alleen het wordt dan een soort van gefilterd. Dat is echt een heel mooi systeem hier zo in de tuin. Kijk, hier loopt het in. En let op. Hier zit de pomp. Die filtert het allemaal. Ook mede door deze vijver hier zo wordt het dus allemaal gefilterd. Het enige wat ik dan dus soms moet doen is dit. Kijk, die hendel omhoog. Pats. Even wachten zo. En dan hoor je het hier ergens onder, hoor je het stromen. Hoor maar, het komt hier ergens eruit. En dan moeten we het laten spoelen. En dat is dus een beetje hoe mijn tuin werkt hier zo, jongens. Waardoor die karpers gewoon lekker kunnen leven. En ik eigenlijk, ik hoef er niks meer aan te doen. Ik kan gewoon op vakantie gaan, geen onderhoud, niks. En dan kan die weer dicht. Dit blijft echt zo leuk. Ik heb net weer een ontdekking gedaan in die kleine vijver daarnaast dus. Dus niet de grote hier. Over hoeveel mini baby karpers daar dus in zitten. Die we over 1 à 2 jaar hier dus ook in de vijver kunnen gooien. Ligt eraan hoeveel daarvan er natuurlijk overleven. Maar Acadeco, degene die dit onderhoudt, die zei dat ze echt een hele grote overlevingskans hebben. Omdat het de perfecte leefomstandigheden zijn voor die beesten daar in de vijver. Maar ik ga jullie eventjes een filmpje laten zien van hoeveel het er zijn. Kijk jongens. Kijk, let op. Als ik opsta... Dan gaan ze waarschijnlijk weg, maar hier zie je ze. Allemaal. Zie je dit? Kijk eens, hoeveel? Allemaal daar bij de zijkant. Check eens even. Allemaal kleine babykarpers. Hier, nu loop ik erheen. Ja, nu gaan ze weg, zie je? Ze trekken er steeds diep in of onder de waterlelies. Wow, yo. En ze zeiden dus dat je ongeveer binnen 1 à 2 jaar zijn ze dus op dit formaat. En dat je ze dus echt hier erin kan gooien. Dat is leuk, jongens. Dus ik zou echt ook de komende 2 jaar gewoon niet moeten verhuizen, want ik wil dat zien. Ik zie daar een mooie witte auto aankomen. Ja, ja, jongens. Kijk eens. Ik heb zelfs hier de lampen op oranje in de studio staan. Nou, heb ik dat even mooi gedaan. Hoppakee, staan nou, ja, hier gelijk voor de deur. Kijk eens aan. Hey. Hallo. Hallo. Bender. Kijk eens. Wat is je oranje tint? Ik zie geen oranje. Nee, ja. Nou. Nah. Hey. 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 Oh. Ik heb dus iets leuks, jongens. Kijk, als jij Zoo Squad hoort, waar denk je dan aan? Zo kunnen we het uitspreken ook. Zoo Squad? Zoos! Waar denk je dan aan? Z-O? Dat is zo'n tv-programma. Nee, het is niet Zoos en wij stoppen nooit, maar de Zoos Squad. Z-O-E-S. Nee, niet? Oh. Jongens, ik heb dus laatst de reunie. Ik heb laatst die podcast gedaan met Nathan en met Alex natuurlijk. En nu willen we dus binnenkort echt een squad reunie gaan aanmaken. En nu hebben we dus, kijk, een hele, let op, appgroep aangemaakt. En dit is de eerste foto die er al in gestuurd wordt. Ties en Shaquille, die hebben elkaar al ontmoet vandaag. Op Koningsdag. Hey. Nou, hey. Maar hier zitten dus Ties, Nathan, Alex, Job, Mjaarten. Mjaarten? Ja. Ja, dit is echt way back in de YouTube community. Ik ben echt benieuwd wie deze vlog nu kijkt en weet waar ik het over heb. Zeg maar, het begin van mijn YouTube carrière. Toen was jij 10 of zo, denk ik. Ja. Of 9. Ja, dat is 10 jaar geleden. Toen was jij 8. Wow. Zo, dat is gek. Maar we willen dus echt die reunie gaan doorzetten. Dat lijkt ons super leuk om te doen. En dat ga je dus waarschijnlijk ook binnenkort in de vlog zien. Ondanks dat er echt veel onderlinge ruzies geweest zijn. En nog steeds dingen zijn die niet zijn uitgesproken in die hele groep. Met bepaalde mensen en YouTubers. Maar wie weet die dag. En jongens, wij zijn lekker de auto ingestapt. Want wij gaan dus onderweg naar, hoe heet het, waar we heen gaan? Kingsland. Kingsland. En een vriendinnetje van jou moet daar draaien, Stijn. Ja. Dus, we gaan er even supporten. Ja, we gaan er even supporten. Ricardo is er ook, Carlos is er volgens mij ook. Er zijn wel meerdere mensen daar, dus super leuk. We gaan dus richting Rotterdam. Gelukkig waar ik dus vanochtend de hele tijd al die beelden van zat te bekijken. Want de koning die is dus daar in Rotterdam. Weet jij hoe oud de koning is geworden? Ja, zie je. Heel veel mensen. We vieren in die zin wel zijn verjaardag. Maar ik denk dat heel veel mensen gewoon niet eens weten hoe oud hij is geworden. Doe eens een gokje. Ik zou het echt niet weten. Denk je dat 63? Nee, dat is wat te oud, hè. 55. Hij is veel ouder, schat. Hij is al 77. Nee, je wilt. Ja, ik zweer het. Nee, dat is niet
Nee. Hij is 56 geworden. Oké. Zo 63, oh, dat is ook erg. Nee, ja, ik wist even niet zeggen. Ja, daarna zei ik 55. Oké, nee, hij is dus 63. 56 of zo. Ja. Nou, het is 20 minuutjes rijden naar Rotterdam. Volgens mij is wel heel de stad afgezet, maar we moeten dus naar het Zuiderpark. Daar gaan we dus straks heen. Dus we gaan het zien. Ben je ready om even in de stemming te komen? Nee. Ben je, wat ga ik doen? Weet ik niet. Wat ga ik doen? Niet een Feyenoord nummer opzetten. Nee, hoezo een Feyenoord nummer? Ja! Ja! Alleen de eerste, dat eerste zin is je kennen. Ja. Weet je wat het mooie is aan het volkslied? Die kan je gewoon afspelen in je vlog. Er zit geen copyright op. Oh, dat is fijn. Ja. Maar dan kan voortaan het volkslied over onderzetten. Het Koningshuis heeft toch al genoeg geld. Dus wij pakken niet zeg maar dan mijn YouTube inkomsten. Maar waarom doe je dat dan niet voortaan? Gewoon elke keer. We gaan jetski of zo gewoon de helmen stonden. Dat volkslied eronder editen. Ja, het zou wel mooi zijn. Ik moet wel echt zeggen, altijd als ik het volkslied hoor, ik ben wel altijd trots op ons volkslied. Soms hoor je zo'n ander volkslied en denk je, wat is dit? Ja, ook toch? Bij Formule 1 of voetbal of zo. Het Nederlandse heeft echt een emotie of iets. Ja. Of komt dat omdat, misschien omdat we dat gewend zijn, dat kan natuurlijk ook. Ja, maar volgens mij vindt iedereen zijn eigen volkslied wel mooi. Ja, denk je? Dat denk ik wel, ja. Ook als je ziet hoe sporters zo ingaan op hun eigen volkslied. Ja, maar toch heb ik bij heel veel volk. Ja, maar dat voel je dan ook gewoon niet of zo, denk ik. Nee. Ik ben benieuwd wie dat nog meer heeft. Die ook alleen maar van het Nederlandse volkslied kan genieten. Stel je voor, hè. Er komt ooit. Ja, we hebben alleen maar Amalia, Alexia en Ariane natuurlijk. Maar stel je voor, er was een prins geweest en had hij de DM gegaan. Had je erop ingegaan? Nee, ja. Nou, als ik single was geweest misschien. Ja? Weet ik veel, een prins. Ja, dat is toch ook gewoon een mens? Ja, oké, dat is waar. Ja. Ik weet niet, ik zou dat leven niet willen hebben, denk ik. Dan. Als het mijn type was, als hij aardig was. Maar het is niet omdat het een prins is dat ik dan denk, ja man. Nee, precies, dat snap ik. Maar ik zou het leven niet willen hebben, denk ik. Maar je hebt niet echt, het voelt niet echt als vrijheid, lijkt mij. Nee, want jij hebt lekker vrijheid. Ja, ik heb eigenlijk wel vrijheid. Ik kan gewoon op vakantie gaan wanneer ik wil. Ja, oké. Eigenlijk alles doen wat ik wil. Je bent nog meer beperkt als je... Ja. Dus prins of prinses zou zijn. Je kan niet even oppoelen, ondanks dat je super veel geld hebt, maar je kan niet even oppoelen in een Ferrari of zo. Hetzelfde als dat die Meghan Markle. Zij vond het toch ook helemaal niet leuk? Nee, die was van het Britse Koningshuis inderdaad. Ja, ja die zijn ook. Die vonden dat ook niet chill. Ik hoor al allemaal geluid en muziek op de achtergrond, jongens. Ik heb geen idee hoe ik het ga kunnen filmen en alles hier, maar dat gaan we allemaal wel zien. Ik neem gewoon lekker de camera mee. Ik heb mijn oranje dingetje aan, dus we zijn helemaal in stijl. Daar is de rest, daar is de rest. Hey, jou ken ik. We zijn er weer. Jij bent YouTuber. Doe even shout-out naar je kanaal. Mensen, als jullie dit zien, Oesbeer Kenny gaat checken. Elke donderdag 5 uur nieuw. Ja. Deze promo hadden we. Goeie, ja toch. Helemaal Carlito. Alles goed. Ja, kijk eens, we rocken de kaart vandaag. Je ziet het. Ja, we hebben geen oranje vandaag, maar kijk, het gaat om de details. Ja. Wat heb je? Nee, hoe dat? Ik heb wel de koning. Oh, op je achtergrond. Wow. En we hebben hier degene waar het vandaag om gaat. Nee, 5. Oh, dat kan ook. Kijk, hoppa. We zijn ready. Ben je ready? Nee. Oh. Jawel. Wij staan hier dus bij de artist kant, zeg maar. Dus er staan allemaal dikke auto's hier van mensen. Ik weet alleen niet van wie deze is. Van wie is dit logo? Moet ik dit... Shit, jongens. Sowieso, iemand weet, jullie weten het wel. Hij heeft in ieder geval een hele mooie, dikke, matzwarte RS6. Wil je weggaan van mijn auto? Oh, wat ben jij dan? Zo, YouTube gaat goed dan, of niet, hè? We verdienen, man. Wij zijn binnen. We gaan nu dus op zoek naar een plekje waar we straks kunnen staan. Want Stijn gaat dus draaien straks, dus dat is helemaal mooi. Kijk, ik zie al in de verte daar een hele tent. Waarom kan jij niet gewoon even draaien? Zou je kunnen draaien, denk je? Nee, denk het ook niet. Dankjewel, bedankt voor het vertrouwen. Oké, herkennen jullie mij zo? Je lijkt op Bart Smit, heet die? Bart Smit? Wat noemt hij? Bart Smit. Bart Smit, dat is een speelgoedwinkel, bro. Dankjewel, Bart Smit. Oké, jongens, één voor alle voor één. Let's go. Ga redden. Let's go. Oké, we moeten ergens heen. Kijk samen, we moeten ergens naar een stage daarop, denk ik. Wij staan backstage. Daar is allemaal, weet ik veel, muziek. Hier is allemaal muziek. En het belangrijkste, bier! Bier! Ja! Yes! Woo. Lekker, man! Dit is altijd wel leuk, hè, jongens. Het festival ziet er natuurlijk altijd super dik uit, maar eigenlijk aan de achterkant is het gewoon altijd fucking gaar. Het is niet voor niks de achterkant, dit. Kijk, jongens, Carlos in actie. Betaalt zij goed, of...
Daar gaan we niet op hebben. Niet nodig. Oké, om 6:30 moet Stijn dus draaien. Maar zeg maar, anders als artiest Stijn ergens heen gaat, dan krijg je een rider. En jouw rider is, zeg maar, dat zijn dingen die je dan erbij krijgt, anders kom je gewoon niet, toch? Of zo? Nou ja, officieel. Ja. Je hebt dat officieel nodig om te draaien. En dat is bij jou? Snoepjes. Snoepjes? Ja, alleen snoepjes. En later. Nee. Nou, maar je mag dus inderdaad zeggen dat als jij een rider en ze fixen je rider niet, dan hoef je dus officieel... Ja, maar dat was eigenlijk echt vroeger. Want sommige artiesten hebben echt vodka nodig, anders komen ze niet. En dan mag je gewoon afzeggen. Ik heb ook mensen die zeggen, ik wil in blauwe M&M. Het is tijd om naar de stage te gaan. Ben je zenuwachtig? Ben je zenuwachtig? Ja, je bent zenuwachtig, ik zie het aan je. Echt niet. Ben jij zenuwachtig? Ja. Ja, hè? Kijk hem lekker aan het werk staan, die jongen. Vlog tegenover. We zijn hier bij Kingston. Mocht Gio de Sharon er niet goed in hebben gezet. Hoes Berkenny, ga checken. Elke donderdag, 5:00, nieuwe video. Check ook op de socials. Ja, tuurlijk bro. Ja, hij heeft de camera niet eens aangezet. Hij staat uit. Hey bro. Hey, is voor mij. Ja, ik haat deze shit jongens. Ik vind het zelfs vies om een biertje hier neer te zetten. Dixies. Het is niet te doen jongens op de film hier. Ik heb net allemaal bier over mezelf heen gegooid. Jeetje, een sneetje. Het is dus deze hier zo, hier stonden we net. Deze hier en Jongens. Gelukkig ben jij er! Wat? Gelukkig ben jij er! Ik versta je niet door de muur. Zelfs in België kunnen ze dat zien. Ja, oké, dat is waar, ja. Ja, dat is wel waar. Ook als ik thuis kan plassen, hè. Ik voel hem gewoon in Amsterdam. Ja, luister, als ik thuis kan plassen, ga ik altijd bij de buren staan en dan rol ik hem naar binnen bij mijn eigen huis. Ja, ja, het is bizar. Oh, je bent aan het filmen. Oh, shit. Ben je al klaar? Nee, ik ben hem aan het uitrollen. Jou kunnen komen, baby. Nee, de schrijven zich er niet. Zijn we nog eens Hey, wacht jongen! Ik wil een vraag stellen. Serieuze vraag.
Bro, dit kan levens redden. Dit kan mensen levens redden. Dit kan echt superveel bereiken. Dit wordt hem, geloof me. Ja, dit wordt hem. Rapnieuws TV, alles. Shimokras hier. Oké. De vraag van vandaag is... hoe was jouw outfit waard? Ja, van trui tientje denk ik. 10 doezoe, wauw, oké, dan. Oké, volgende. Schoenen zijn... 60 miljoen, hoor. Hey, mensen, we gaan kwijt, wauw. Nou, dat was het. Het was hartstikke leuk, gezellig. En nu gaan we naar huis. En wie is de Bob? Ik. Ja, de Anna. Wat vind je eigenlijk het lekkerste bier om te drinken? Dat, ja... Nee, als ik dit zeg, dan gaan er heel veel mensen vallen over me. Als ik zeg maar Gool zeg, dan vallen er mensen die Hertog Jan lekker vinden. Als ik zeg... Kijk uit, want niet gooi je bier bijna over je heen. Als ik zeg dat ik Hertog bier... Ik zou gewoon helemaal geen bier meer drinken. Misschien dat het beter is. Ja, dat lijkt me het beste plan. Wat ik het lekkerste vind, ik denk... ik vind alles prima, joh, weet je. Zolang het maar bier bevat. Ja, dat. Komt-ie, yo. Doe maar het chili! Hey, kom maar nou! Hey, jongens! Maar je gaat weer naar Ajax of Feyenoord? Feyenoord, bro, sowieso. Feyenoord, yeah. Hey, je bent in Rotterdam, hè? Kijk, die man kan ook op zien hoe ik kom in Rotterdam. Oeh, hij durft wel, hij durft wel. Snap je? Ja. Oké. Grote vriend van me, toch? Wat is je naam? Ik heet ook Gio, hè? Oh, nee, hoor. Ja, man. Zo. Ja, ik heb mijn bier vast, man, bro. Oh, je bent op de biertje. Ja, lekker die ogen. Nog een kaaskoekje erbij. Hey, later, hè. Zo. Helemaal goed geregeld, jongens. We hebben het festival gehad. Ik heb de driver hier zo links naast me zitten. Dankjewel, Jana. Geen probleem. Kijk, daar zitten. Ik ben echt een klein kindje in deze auto. Nee, joh. Kut, ik zit helemaal verkeerd. Oké, okay, nu mag je gaan. Oh, er komt wel een auto. Eerst. Ja, zie je eens. Mag ik dat jij niet rijdt? Ja, nu mag je gaan. Let's go. Nou jongens, het was... Wow! Oh! Je trekt hem helemaal hard in die stoel. Het was hartstikke leuk. Leuke avond gehad. Zeker. Wij hebben een McDonald's date. Liefde van mijn leven. Ja. Jij bent de liefde van mijn leven. Oh, echt? Ben ik ook de liefde van jouw leven? Ja hoor. Denk je dat? Ja, dat denk ik wel. Echt. Denk je dat wij gaan trouwen? Dat hangt van jou af. Waarom hangt het van mij af? Nou, omdat ik jou niet ten huwelijk vraag. Vragen. Maar je denkt dus wel dat wij gaan trouwen? Als jij mij ten huwelijk vraagt, zou ik wel ja zeggen. Ik weet dus, weet je wat ik vind het moeilijk, want ik weet dus niet wat ik van trouwen moet vinden. Zeg maar... Jij hebt zoveel eten besteld. Een double cheeseburger voor jou. Ja. En een double cheeseburger voor mij. Ja. Ik weet dus niet wat ik van trouwen moet vinden. Ik wil alleen trouwen met idee. Ja, het is gewoon leuk. Zeg maar, je kan in Vegas, Las Vegas, kan je trouwen zeg maar, zonder dat je echt trouwt. Nou, dat kan toch sowieso? Ja. Als je zelf een trouwerij organiseert. Ja. En dat het niet formeel vast ligt. Ja. Nou, maar je zou nu dus zeg maar op dit moment wel mee willen trouwen. Ja. Toch niet van morgen. Ik vraag ja de tenue. Oh. Ja. Ik denk dat ik niet eens recht in mijn camera kan kijken op dit moment. Straks het morgen terug gaan met editen en denk ik zo, jezus, kijk scheef. Je praat nog best normaal. Ja? Ik heb geen dubbele tong, hè? Nou, nu doe je dat zo wel. Ik heb geen dubbele tong, hè? Nee. Aanrader bij de McDonald's. Double cheeseburger. Sorry voor het smekken trouwens, jongens. Dat is een probleem. Waarschijnlijk altijd als iedereen... dat is kut, hè? Zeg maar, heel vaak als iedereen bezopen is of weet ik veel wat... ga je ziek smekken en dubbele tong praten. Maar ja, ik film het. Dit verhaal gaat echt nergens heen. Gewoon, dit is echt bullshit wat je nu allemaal zegt. Je moet luisteren naar de inhoud ervan. Wat ik zeg. Als je dronken bent, ga je dan smekken? Ja, niemand boeit het. Waarom ga je wel smekken als je dronken bent? Jongens, laat achter of dit verhaal jullie boeit of niet. Dus mukbang, hè? Ik wil nog iets leuks vertellen. Zo, check hoeveel saus we hebben besteld. 1, 2, 3. Saus? 1, 2, 3, 4, 5. Je hebt de keuze uit de barbecue. Kijk hoeveel keuze we hebben. Keuze uit friet, barbecue, mosterd en... Waar is je chili? Hier. Chili. Vind jij het zeg maar irritant als ik een beetje een drankje op heb? Nee. Nee? Ja, soms wel. Ja? Wanneer dan wel? Of vind je het wel, zeg maar, je vindt het wel leuk. Het is gewoon lekker met mezelf zijn. Lekker gewoon een beetje me laten hangen. Nou, ik zou niet zeggen, je mag niet drinken. Nee. Dat moet je lekker zelf eten. Daarom gingen we ook met één auto, juist zodat jij wel een drankje kon doen. Mm-hmm. Terug thuis. Opa, ik denk aan u. Ik had eigenlijk namelijk de auto, nou ja, ik heb zelf niet gereden nu. Dus kijk, hij staat nu helemaal anders sowieso. En schuin. Maar mijn opa die zei dus dat ik hem eigenlijk met mijn neus deze kant op moest zetten. Dat is niet gedaan nu, hij staat sowieso een beetje gekkig nu. We zijn thuis, ik ga dit even weggooien in de kliko.
En dan kunnen we lekker naar binnen en chillen daar. Ja, lekker terug met de snoezen. De snoezen. Jongens en meiden, ik ga de vlog lekker afsluiten hierbij. Want wij liggen lekker in bed. En morgen om 5:30 komt er weer een nieuwe vlog online. En ja, dat is een beetje ziekjes. Gaat lekker slapen. Dus ik ga Jade lekker warm houden. We hebben kaarsje aangedaan. En morgen komt er dus weer een nieuwe vlog online. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van deze vlog vandaag. Festival. Ja, altijd moeilijk met filmen. Maar ik hoop dat het nog leuk was om te zien voor jullie. Laat me achter. Ik wil op zich wel vaak festivaletjes gaan pakken deze zomer. Ook met deze dikke hier die naast me ligt. Zeg nu bedankt voor het kijken. Tot morgen, jongens en meiden. En later.